papa Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Het schoolfeest. Vandaag is de dag van het schoolfeest. Peppa heeft er heel veel zin in. Hier zijn Peppa's vrienden. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Ik hou van het schoolfeest. Ik ook. Wat vind jij het leukst? Gezicht verven. Ik de ballonnen. Ik vind het springkasteel het leukst. Ik vind alles leuk. Wat een goede keus, Peppa. Tot zometeen, Peppa. Tot zometeen. George, wat vind jij het leukst? Dinosaurus. Oh jee, hier zijn geen dinosaurussen, George. Misschien vinden we wel een dinosaurusballon. Hebben ze hier wel dinosaurusballonnen, papa Big? Dat weet ik wel zeker. Mogen George en ik ons gezicht laten beschilderen? Tuurlijk. Juffrouw Konijn maakt tijgers van Peppa's vriendjes. Kijk eens aan, Suzie. Nu ben je net een tijger. Dank u wel, juffrouw. Wauw, wat een mooi gezicht, Suzie. Ben je een poesje? Nee, ik ben een tijger. Peppa, zal ik jou ook beschilderen? Ja, graag. Mag ik als een olifant? Oh jee, die heb ik niet in mijn vingers. Wat dacht je van een tijger? Ja, een tijger. Kijk eens aan, Peppa. Nu ben jij ook een tijger. Ik ben een tijger. George, wat wil jij graag zijn? Dinosaurus. Dinosaurus? Wat dacht je van een tijgertje? Ben ik heel goed in? Ik ben een tijger. En ik ook. Miauw. Een tijger zegt niet waf waf. Hoe weet jij dat? Tijgers zijn grote katten. Miauw. En ik ben een kat. Kaatje, wil je ons voordoen hoe een tijger doet? Oké. Een tijger sluipt langzaam naar voren. En dan... Tijgers likken zichzelf graag schoon. Maar het mooiste is de blije tijger die brrrt. Hallo kinderen. Oh, kijk nou toch, mooie tijgers. En ik leer ze echt tijgers te worden. Wat willen de tijgertjes nu graag doen? Dinosaurus. Juist, ja. We zoeken voor George een dinosaurusballon. Iedereen mag een ballon. Hoera! Dag mevrouw Gazelle. Heeft u wat ballonnen voor ons? Natuurlijk, ik heb heel veel verschillende. Mag ik die met die olifant daar? Alsjeblieft, Peppa. Mag ik de kangaroo? Die leeuw graag. Het aapje graag. De papegaai. Oh, ja, ik heb ze allemaal. Maar het belangrijkste is een dinosaurusballon voor George. Oh jee, laat ik nou net geen dinosaurusballon bij mij hebben. Niet huilen, George. Ik heb een idee. Mag ik twee van die lange ballonnen? Let goed op, jongens. Wat doet papa Big met die ballonnen? Kijk, weet iemand soms wat dit is? Is het een kangaroo? Nee, het is een... Dinosaurus. Precies, een dinosaurus. Papa Big heeft een dinosaurusballon gemaakt. Dinosaurus. Nu naar het springkasteel. Peppa is gek op het springkasteel. Iedereen is gek op het springkasteel. Dit is het leukste schoolfeest ooit. Speurtocht! Opa en oma Big zetten een speurtocht uit voor Peppa en George.
Oma Big tekent een schatkaart. Opa Big begraaft een schat op een geheime plek in de tuin. Opa Big, ben je al klaar? Peppa en George komen zo. Maak je niet zo druk, Oma Big. Daar zijn Peppa en haar familie. Snel, Opa Big, ze zijn er. Oeh, ik ben bijna klaar. Opa Big is net op tijd klaar. Ja. Oma Big, we zijn er. Omi, ik. Hallo, mijn kleintjes. Opa Big. Opie, ik. Ahoy daar, lievertjes. Peppa, George, we hebben een speurtocht voor jullie. Ergens in de tuin ligt een schat begraven. Wow, een schat. Waar ligt die? Ho, ho, je moet hem gaan zoeken. Hier is een schatkaart voor Peppa. En George mag mijn piratenhoed op. Ahoy daar, kapitein George. Die schatkaart is moeilijk. Papa, help je ons? Tuurlijk, Peppa. Kaart lezen kan ik goed. Dat is toch een beetje lastig. Papa Big, je houdt de schatkaart ondersteboven. Ja, dat dacht ik al. Te simpel. Bij het rode kruisje ligt de schat. Maar waar in de tuin staan die twee appelbomen? Weet ik niet. Wil je soms een hint? Ja, graag. Ga op zoek naar de glazen fles. Maar waar is die fles verstopt? Ik kan hem zien. Peppa heeft de fles gevonden. Er zit een brief in. Kijk eens, jongens. Hier is de fles. Goed zo, Peppa. Eens even de brief lezen. Het is een bericht van een piraat. Mama, wil jij hem alsjeblieft voorlezen? Deze piraat heeft een heel slordig handschrift. Die piraat heeft een prachtig handschrift. Nee, ik kan het echt niet lezen. Er staat duidelijk geschreven, volg de pijlen. Volg de pijlen? George heeft ze al gevonden. Stokken in de vorm van een pijl. Kijk, ze wijzen hierheen. Peppa en George volgen de pijlen. Kijk, George, een sleutel. Peppa is op de goede weg. Een sleutel. Goed zo, Peppa. Nu moet je de schatkist nog vinden waar die in past. Maar waar moet ik dan naartoe? Kijk nog maar eens goed naar de schatkaart. Kijk, Peppa, je ziet hier twee appelbomen staan. Hier is een appelboom. En hier staat er nog één. Dan ligt de schat dus ergens hier. Laten we kijken. Oh jee, volgens mij ligt hier helemaal niets. Wacht eens, er ligt hier wel iets. Een schatkist. Wow. Goed zo. En hiermee kan ik hem openen. Wauw, niet te geloven. Gouden munten, die zijn een fortuin waard. Het is veel mooier dan dat. Al die gouden munten zijn van chocola. En jullie mogen er allemaal eentje hebben. Hoera! Ja! Peppa en George smullen ervan. Iedereen smult ervan. Opa, oma, ik vond dit de leukste speurtocht ooit. Het tandveetje. Peppa en George eten hun lievelingsmaal. Spaghetti! Ho, 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 wat een hoop kabaal! Klaar! Eindelijk een beetje rust. Was dat? Dat is een tand. Waar komt die vandaan?
Peppa, kijk maar eens in de spiegel. Oh. Het is mijn tand. Hij is eruit. Maakt niet uit, schat. Het is maar een melktand. Die moeten eruit. Maar komt er dan weer een nieuwe? Jazeker, Peppa. Dit betekent ook dat het tandveetje bij je langskomt. Tandveetje? Ja, het tandveetje. Als je je tand 's nachts onder je kussen legt, zal het tandveetje verschijnen. Het tandveetje pakt je tand en op die plek legt ze een glimmende munt. Ik wil later ook een tandveetje worden. En wat zou jij later willen worden, George? Dinosaurus. Een dinosaurus. Kom, George, het is bedtijd. We willen het tandveetje niet missen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Peppa, wat ben je aan het doen? Ik poets mijn tand, zodat hij mooi schoon is voor het tandveetje. Voor het eerst wil Peppa graag naar bed. Peppa legt haar tand onder het kussen, voor het tandveetje. Welterusten, Peppa en George. Trusten, mama. Trusten, papa. Trusten, kleine biggetjes. George, ik ga niet slapen. Laten we allebei opblijven voor het tandveetje. Ze blijft wel erg lang weg. Het tandveetje laat behoorlijk op zich wachten. Waar blijft dat tandveetje? Wat hoort ze daar? Is dat het tandveetje? George, hoorde jij dat ook? Oh, George. Oh, dat was George dus. Hij was zo moe dat hij in slaap viel. George kan niet zo makkelijk wakker blijven. Maar ik wel. Ik blijf wakker totdat het tandveetje komt. Ik val niet in slaap. Het tandveetje is gekomen. Maar Peppa slaapt al. Hallo, Peppa. Wil jij soms deze munt hebben in ruil voor jouw tand? Wat is die tand mooi schoon. Dank je wel, hè. Tot ziens. Peppa, George, opstaan. Het is ochtend. Wat? Ik sliep toch niet? Is het veetje geweest? Nee. Dus eventjes onder je kussen kijken. Oh, kijk, Peppa. Het tandveetje is geweest, want er ligt een munt. Hoera! Je sliep, hè, lieverd? Nou, misschien heb ik eventjes geslapen. Volgende keer blijf ik wel wakker, zodat ik dan het tandveetje kan zien. De nieuwe auto. Vandaag maken Peppa en haar familie een ritje in hun rode auto. Zal ik het dak open doen? Ja, graag. Peppa en George hebben het naar hun zin. Is iedereen zover? Ja! Daar gaan we. Lieve auto. Haha, en hij vindt ons ook lief. Ja, toch? Oh jee, de auto doet een beetje vreemd. Wat is er, papa? Ik weet het niet. Laten we hem naar de garage gaan brengen.
naar opa hond. Dat is een goed idee, mama Bee. Opa hond heeft een garage. Hij kan goed auto's repareren. Oh jee, papa Big. Je auto klinkt niet zo best, hoor. Kun je hem repareren, opa hond? Ja, maar dat kost me de hele dag. Oh. We wilden juist een ritje gaan maken. Geen probleem. Jullie mogen ondertussen deze nieuwe wel lenen. Hoera! Bedankt, opa hond. Zal ik het dak open doen? Ja, graag. Dan druk ik op dit rode knopje. Wat een slimme auto. Wow. Als jullie terugkomen, is de auto klaar. Bedankt, opa hond. Tot straks. Dag. Tot ziens. Tot straks. De familie Big vindt de auto erg mooi. Wat zitten er veel knopjes in deze auto? Waar is die groene knop voor, papa? Even zien. Toverraampjes! Papa, doe die toverraampjes omlaag. Waar is die blauwe knop voor? Ik weet het niet. Eens kijken. Wow. Ik vind hem zo mooi. Mogen we hem houden? Nee, dat kan niet, Peppa. We mogen hem maar één dag lenen. Oh? Oh nee, het gaat regenen. Ja, ik doe het dak wel dicht. Welke knop moest ik daarvoor hebben? Oeps, dom van mij. Aha, dit moet hem zijn. Ah, de nieuwe auto sproeit papa Big helemaal nat. Domme papa, dat is het dak niet. Deze knop. Oeps. Nee, niet die. Dit knopje. Ah, help! Papa Big is vergeten met welke knop je het dak sluit. Deze auto mag me vast niet. Probeer de rode eens. Hoera! Maar nou regent het niet meer. Mag het dak weer open? Ja. Welk knopje was het? De rode. Hoera! Hoera! Opa hond heeft de auto klaar. Hij doet het weer. Hoera! Bedankt, opa hond. En zo is het goed. Dank je, papa Big. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ah, daar gaat toch niks boven je eigen auto. Ik vond die nieuwe mooi, maar ik hou toch meer van deze auto. En ik denk dat hij ook van ons houdt. Ja, toch? Mama Big's verjaardag. Vandaag is mama Big jarig. Papa Big heeft ontbijt gemaakt voor mama Big. Gefeliciteerd, mama Big. Peppa en George hebben een verjaardagskaart gemaakt. Gefeliciteerd, mama. Oh, wat een leuke verjaardagsverrassing. En er komt nog veel meer aan. Geniet maar van je ontbijtje. Neem je tijd. Lekker. Snel, dan moet ik nog mee. Papa Big heeft zelf een verjaardagstaart gebakken. Er moeten alleen nog kaarsjes op. 1, 2. Ik kom eraan. Mama Big heeft haar verjaardagsontbijtje al op. Daar komt mama. Oh nee, we zijn nog niet klaar. Wie is daar? Het is mama. Mag ik naar binnen? Nee, nee. Hebben jullie soms een geheimpje? Nee. Hoe kom je erbij? Maar je mag nog niet binnenkomen. Oké. Okay. Mama Big, ga lekker in de woonkamer zitten. Dat klinkt goed. Tja, het is je verjaardag. Toe, Peppa. Ik weet heus wel waar de woonkamer is. Hier is een leuk tijdschrift. Dank je, Peppa. En hier een leuk muziekje. Dank je, Peppa.
Er moeten net zoveel kaarsjes op als mama oud is. 1, 2, 3. Oh jee, zoveel kaarsjes hebben we helemaal niet. Papa, hoe oud is mama? Ik zal het in je oor fluisteren. Zo, echt oud? Hoho, weet je, 3 kaarsjes zijn wel goed, denk ik. Mama Bigs verjaardagstaart is klaar. Hoera! Nu moeten we alleen de woonkamer nog versieren. Hallo, mama. Ah, daar zijn jullie. Ik begon me al te vervelen. Mama, heb je zin in een mooie tuinwandeling? Ik heb zeker geen keus. Nee. Tot zo, mama. Fijne wandeling. We roepen je wel als je weer naar binnen mag. Jee, wat een organisatie, zeg. Papa Big, Peppa en George versieren de woonkamer. Dit is leuk! Opa en oma Big komen op verjaardagsbezoek. Gefeliciteerd, mama Big. Ga je niet mee naar binnen? Nee, dat mag nog niet. Papa Big, Peppa en George hebben nog geheime dingen te doen. Wat enig. Tot zo dan. Dag. Mama, wil je nu naar binnen komen? Natuurlijk. Ogen dicht. Hou ze goed dicht, mama. 1, 2, 3. Kijk maar. Nogmaals gefeliciteerd! Wat een grote verrassing. Blaas de kaarsjes uit en doe maar een wens. Mama, mama, open je cadeau. Wat denk je dat het is? Ik heb geen idee. Maak open dan. Oh, wat een prachtige jurk. Oh. Wow. Wat ben je mooi, mama. En bij deze gelegenheid kun je het dragen. Wat is dit? 2 kaartjes voor het theater. Vanavond. Dank je. Mama Big gaat graag naar het theater. En oma Big en ik blijven hier om op de kleintjes te passen. Hoera! Wat een super verjaardag. Ik ben de gelukkigste van de hele wereld. En de allermooiste. Niet zo lekker. Mama en papa Big hebben ontbijt gemaakt voor Peppa en George. Het ontbijt staat al klaar. Peppa zit onder de rode vlekjes. Mama, ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Peppa. Zo zie je er ook uit. Weet je wat? Ik bel dokter Bruinbeer. Hallo, met dokter Bruinbeer. Peppa voelt zich niet lekker. Haar gezicht zit vol rode vlekjes. Stop haar maar in bed. Dan kom ik er zo aan. Dokter Bruinbeer komt Peppa beter maken. Hallo, Peppa. Hoe gaat het met je? Ik ben een beetje ziek. Steek je tong eens uit. Maakt u zich maar geen zorgen. Ze heeft gewoon wat uitslag. Krijg ik medicijnen? Het gaat vanzelf weer over. Maar als je wilt, dan kan ik je natuurlijk wel een drankje geven. Ja, graag. Ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Mondje open. Eeuw, maar dat is smerig. Wat ben jij een ontzettend flink meisje, Peppa. Peppa moet in bed blijven. Ik kom nog langs om te kijken of het al beter gaat. Mag ze bezoek hebben? Oh ja, geen enkel probleem. Het is niet besmettelijk. Tot ziens. Tot ziens, dokter Bruinbeer. Mama, mag ik mijn bed uit? Dokter Bruinbeer heeft gezegd dat je in bed moet blijven, Peppa. Oh, maar dat is zo saai. Maar hij zei wel dat je bezoek mocht hebben.
Mag Suzie Schaap langskomen? Suzie Schaap is Peppa's beste vriendin. Ik zal haar moeder wel even bellen. Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa Suzie even spreken? Hallo, Suzie. Hallo, Peppa. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb rode vlekjes op mijn gezicht. Is de dokter geweest? Ja, dokter Bruinbeer is geweest. Hij heeft me onderzocht en zei dat ik ontzettend flink was. Dus je bent echt ziek? Ja, ja. Ik doe niet alsof. Ik lig zelfs in bed. Dokter Bruinbeer gaf me een drankje dat echt heel erg vies smaakte. Ik kom op bezoek, hoor. Ik trek dan mijn zusterpakje aan. Suzie Schaap komt op ziekenbezoek. Suzie is verkleed als verpleegster. Henkie Hond en Kelly Konijn zijn er ook. Hallo, Peppa. Hallo. Hoe gaat het nou? Ik voel me niet zo lekker, Suzie. Daarom lig ik in bed. Hoe kunnen we je beter maken? Mag ik wat sinaasappelsap? Oké. Peppa heeft het best naar de zin. Dank je, Suzie. En voel je je al beter? Een beetje. Henkie? Vraag eens aan mijn moeder of ik een ijsje mag. En Kelly? Wil jij wat bloemen voor me plukken? Uit onze tuin? Dokter Bruinbeer komt kijken of Peppa al beter is. Ah, mooi. Kijk, de zuster is er ook al. Hoe is het met de patiënt? Ik ben geen zuster. Ik doe alsof. Juist, ja. Zal ik dan zelf maar even gaan kijken? Ja, graag. Kijk eens aan. Geen enkele vlek. Je bent helemaal beter. Niet nog een beetje ziek? Hoe voel je je? Ik denk dat ik nog een paar dagen in bed moet blijven. Ik heb juist zin om lekker in de tuin te gaan ballen. Wie wil er meedoen? Ik ook! Kijk nou toch eens. Spontaan beter geworden. GELACH